Ik heb hier vanochtend een bijdrage mogen leveren en een aantal reflecties over resilience gedeeld. Of het nou een zaligmakende methode is of meer een aanvulling. We're here together at this festival to present our design and to really like show what we've done in the last few weeks. We worked very hard with our whole group to come up with this scale model to make a design and to really show on this festival what we've done. Een van de mooie dingen is de variatie die je vindt. Je hebt hier het meer traditionele risico gebeuren. Je hebt finance, je hebt human. En dan heb je ook semi-academici als ik en echt academici als Ian die we net mochten horen. Ik hoor alleen maar positieve geluiden. De inzet van het team, maar daarbij ook van alle studenten om ons heen, is ook echt heel mooi om te zien. This festival has been an incredible experience. We've met so many people here, very inspiring people. And as a whole group, we've enjoyed this festival. And I just want to give a big shout out and a big thanks to the organizers of this festival and to the people who attended this festival. De drie kwartier dat een workshop eigenlijk duurt, dat is al van een enorme toegevoegde waarde om gewoon een feeling te krijgen met een bepaald onderwerp. En als je het idee hebt van ik wil daar meer verbreding of verdieping in, dan weet je de master risicomanagement te vinden. Voor Kratos is het interessant om hier vandaag te zijn en om kennis te delen. En dat gaat twee kanten op. Enerzijds mogen we hier zelf verhaal delen over het risicogestuurd denken en handelen. En over het risicomanagement in complexe projecten aan de hand van een Epic Heatmap. Daarnaast is het ook voor ons mooi om al die kennis en ervaring op te halen en daar met collega's in gesprek te gaan. De eerste keer ben ik hier gewoon als bezoeker geweest en het is een dergelijke, zo'n enthousiaste menigte met een heel gemêleerd gezelschap dat op een of andere manier met risicomanagement bezig is. Vorig jaar hebben we hier voor het eerst gestaan. Het is leuk om met vakgenoten te discussiëren en te praten over het vakgebied.